Yo, mijn naam is Noah Zeeuw van de Filmfabriek en je kijkt naar een nieuwe Filmfabriek video. Dit zijn 8 verhalen die je moet weten en aan al je vrienden kan vertellen over de film Dunkirk. Christopher Nolan, het is een van de grootste filmmakers van deze tijd. Groot bekendheid kreeg hij door de Batman trilogie naar next level te brengen. En in de zomer van 2017 komt hij met zijn nieuwe eerste oorlogsfilm Dunkirk. Dit waargebeurde verhaal gaat over bijna 400.000 geallieerden die tijdens de Tweede Wereldoorlog vastkwamen te zitten op het strand van Dunkirk. Wachtend om afgeslacht te worden door de nazi's. Of nee, toch niet? Allereerst staat Christopher Nolan bekend vanwege zijn lange films. Zo is Interstellar met Matthew McConaughey in de hoofdrol veruit zijn langste film met welgeteld 2 uur en 49 minuten. Dan is Dunkirk sinds lange tijd zijn kortste film met 1 uur en 47 minuten. Alleen zijn debuutfilm The Following duurde nog korter met 1 uur en 9 minuten. Laat ondertussen in de reacties achter wat jouw favoriete film is van Christopher Nolan. Is dat Batman, Inception, Interstellar, whatever, laat het me weten. Velen zullen denken dat Dunkirk een echte oorlogsfilm is. Als we regisseur Nolan mogen geloven, is dit het dus niet. Het is een verhaal over overleven dat zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar bovenal, het is een suspenseverhaal. Dit wil zeggen dat de kijker eerder iets weet dan het karakter. Een inspiratiebron voor deze film was dan ook foreign correspondent van regisseur en master of suspense, Alfred Hitchcock. Christopher Nolan zelf is natuurlijk geniaal en trouwens ook liefhebber van Earl Grey tea, mits we acteur Michael Caine moeten geloven, maar alleen een film maken kan hij natuurlijk niet. Voor Dunkirk heeft hij zijn dreamteam kunnen opstellen met Hans Zimmer als componist voor de muziek, Nederlander Hoyte van Hoytema als cameraman, of zoals we dat netjes zeggen, DOP, Director of Photography, en Lee Smith als editor, die sinds 2005 alle Nolan films heeft geëdit. En natuurlijk mogen we de echte kracht achter Christopher Nolan niet vergeten, dat is namelijk zijn eigen vrouw, Emma Thomas, dat een producer is en al meerdere films van Christopher Nolan heeft geproduceerd. Operation Dynamo. Juist, dit is de officiële benaming van de evacuatie van de soldaten van het strand van Dunkirk. Het duurde maar liefst 8 dagen en ongeveer 800 boten om 338.226 soldaten te redden. Uiteindelijk zijn het ongeveer 60.000 soldaten die het niet hebben overleefd. Het is dus ook niet zeker dat de karakters die we zullen ontmoeten in de film het zullen overleven. Harry Styles gaat misschien wel dood in Dunkirk. Oh, wat heftig. Nee hoor, in deze video geen spoilers. Volgens verschillende bronnen lijkt het erop dat Dunkirk de eerste film sinds 15 jaar is waarin Christopher Nolan zonder acteur Michael Caine werkt. Maar als je IMDb checkt, zie je dat Christopher Nolan uiteindelijk toch gebruik heeft gemaakt van de diensten van acteur Michael Caine. Hij deed de radiostem. Ooit afgevraagd waar dit geluid uit de trailer vandaan komt? Componist van de film Hans Zimmer gebruikt hiervoor het zakhorloge van Christopher Nolan zelf. Ja, soms liggen de oplossingen dichterbij dan je denkt. We mogen het absoluut niet vergeten. Heel het land was in rep en roer, want de opnames van deze film zijn deels opgenomen in Nederland. Tijdens de opnames was het plaatsje Urk nog moeilijker te bereiken dan ooit. En de Nederlandse figuranten die meededen mochten niks verklappen. Tot nu. Wat je niet ontgaan is, is dat voormalig One Direction-lid Harry Styles een verdienstelijke rol speelt in de film Dunkirk. En ook aanwezig was in Urk voor de opnames voor zijn rol. En wat je waarschijnlijk niet wist, is dat hij op en rond de set werd vergezeld door bodyguards om te voorkomen dat hij zou worden belaagd door vrouwelijk schoon. Maar uiteindelijk was het niet een vrouw die werd ontslagen. Nee, het was een Nederlandse man die van de set werd ontslagen omdat hij van een afstandje een foto maakte van Harry Styles in actie. Ja, dan vraag je ook om problemen. Laat in de reacties nog even achter wat jouw favoriete Christopher Nolan film is. En ben je nou nieuw bij de Filmfabriek? Abonneer dan gratis, want ik heb elke woensdag en vrijdag een video voor jou klaarstaan, geheel in het teken van films en series. Thumbs up en ik zie je de volgende keer. Later!